Yo mensen van Let's Game, ik ben Dion en ja, ik ga in deze tutorial laten zien hoe je dat ding daar zo dit maakt, oftewel een enchantment table of in Nederlands magische tafel. Je hebt nodig 2 obsidian of 4 obsidian en 2 diamonds en 1 boek, maar dat boek, ja, obsidian en diamonds kan je hakken. En dan kan je laten zien hoe je het boek maakt. Nou, je pakt de sugarcane. Die kan je aan het water vinden. Op zand. Op zand, maar je kan ze ook op grond zetten. Dus je kan natuurlijk voor eigen vorm. Ja, het maakt dus even uit. Dat doe je zo. En dan heb je papier. En heb je zo. Je zo. En dan zo. En dan heb je boeken. En die boek heb je nodig. En ik ga ook laten zien hoe je die boekkast maakt. Maar dat vertel ik zo even. Eerst even maken. Nou, je doet de diamonds aan de zijkanten. De obsidian zo. En 1 boek erop. Lijkt een soort, dat lijkt er een beetje op. Heb je een maastafel of een enchantment table. Maar als ik hem nou gewoon hier neerzet. Ja. En als ik verschil het met deze. Hier zou komen uit die boekenkasten soort lettersachtige dingen die zo het boek ingaan. Een soort, ja, hoe zeg je dat? Een soort informatie. Dat die dat verbetert. Dat heb je hier niet. En dat komt door de boekenkasten. En ja, laat ik even laten zien hoe die boekenkast nu maakt. Je doet het boek zo een rijtje. En dan doe je er hout omheen. En dan heb je boekenkasten. Als ik het nou zo zou doen. Kijk, of moet ik toch goed doen. Denk zo. Zou die zo werken? Zo dan. Zie je, kijk, daar wordt de informatie uitgehaald. En als ik er nou meer neerzet zo. Dus deze even weggaan. Zo. Komt uit al die plekken zo gedenk, ja, informatie. En dan ook wel handig is wat je nou eigenlijk mee kan doen. En dat ga ik nu ook even laten zien. Nou, ik pak de zwart, maakt niet uit wat. Ja, ik normaal zat hier zo, ja, net boven dit balkje hier zo, waar je al je spullen ziet staan, geldt aan je level. Dan doe je je zwaard, je pijlenboog doe je erin. Ja, niemand weet wat hier staat. En dan kies je gewoon het hoogste wat je kan kiezen. Dan heb ik per derf der geloopt, leedpoetigen 4, plundering 1. Nou, ik snap er geen flikker van wat dat betekent. En alleen daar de, ja, loot. Als je zo iemand kilt, dan is hij echt binnen 3, ja, misschien 1 of 2 slagen, is diegene dan al dood, ongeveer, denk ik. Nou, bedankt voor het kijken naar deze tutorial. Ja, ik hoop dat je het leuk vond. We hebben nog meer tutorials. Wow, er komt wel heel veel informatie. Ja, bedankt voor het kijken natuurlijk. Ik denk dat ik dat al gezegd heb. En dan... ja, abonneer even op Classic Gaming. Ook voor meer tutorials, Minecraft en ook andere dingen. En ik zeg, later.